Ja, kijk eens luisteraars, het houdt niet op, de sterren regenen hier binnen. Ik heb twee hele bijzondere mannen naast me staan. Het zijn twee linkshanders, twee ex-internationals die het Nederlandse herenwaterpolo heel veel gebracht hebben. Joep van der Besselaar en Arno Haviga, ook allebei experts van damespolo natuurlijk, om verschillende redenen. Vertel eens even mannen, wat gaan we zien vanavond? Nou, ik denk in ieder geval dat we een potje op hoog niveau gaan zien. Het zijn twee topploegen tegen elkaar en het zal erom spannen. Arno, wat verwacht jij? Ik verwacht van Vouli Akmeni een heel tactisch spel. Dat is wel bekend bij de Grieken. Die zijn altijd heel degelijk. Doen geen rare dingen. Er liggen een paar spelers bij die echt bij de top van de wereld behoren, denk ik. En eentje, die linkshandige, de Xenaki van Griekenland, die er aankomt. Aan de kant van Utrecht liggen ook een aantal internationals uiteraard. Dus ik ben met Joep Beens al een leuke pot op redelijk hoog niveau gaan worden. En ik verwacht wel op een bepaald gaat worden door individuele klassen. En als we dan naar de individuele klasse kijken, wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat wij weer wat internationals terug hebben in onze gelederen hier bij Utrecht. Hoe gaat de ontwikkeling van de meiden op dit moment? Nou, van de week hebben we voor het eerst weer gespeeld in de officiële wedstrijd tegen Griekenland. 4-4 en na penalties gewonnen. Dat was voor ons weer de eerste graadmeter eigenlijk om te kijken waar we staan. En het is mij heel goed bevallen. We hebben een aantal geblesseerde speelsters in de selectie. We hebben een aantal jonge meiden daar de deel laten nemen en die hebben ook allemaal goed mee kunnen doen. Dus ik denk als je kijkt, hè, individueel is het wat lastig te bepalen wie waar staat. Maar als je kijkt naar de groep, denk ik dat we op een goed niveau zijn ingestapt nu weer in het internationale wereldje. En dit moeten we verder uitbouwen. Joep, als we over internationaal waterpolo hebben. Jullie hebben Europacup gespeeld. De dames spelen op dit moment Europacup hier in eigen bad. Waarom is dit zo belangrijk voor Utrecht? Nou, omdat weet je, in de Nederlandse competitie wordt er niet hetzelfde tempo en dezelfde fysieke kracht tegenover je gelegd als dat in de Europacup gebeurt. Dus ik denk dat het belangrijk is om zoveel mogelijk wedstrijden op hoog niveau te spelen. Zoveel mogelijk goede tegenstanders tegenover je te hebben. En dan kan je groeien naar een hoger niveau. En als ik als laatste vraag jullie lefties mag uitdagen voor een gezamenlijke uitslag. Kunnen jullie het daarover eens worden, denk je? Ik zet in op 10-10. Ik zet in op 8-6 voor Lukmeen. Dames en heren, jullie horen het. Het ergens over eens worden gaat nog een beetje lastig. We nemen deze uitslagen mee. Dank jullie wel. Jij bedankt.